Jezus Roy, dit kan gewoon. Ik zou elke gast zo zijn auto moeten parkeren. Ze moeten die blokken standaard op een parkeerplaats leggen. Hey, goedemorgen. We zijn hier helemaal tyfuszet naar Middelharnis gereden, want daar woont Roy Zoon. Roy Zoon is een groothandel in kitespullen en helemaal gek van outdoor. En waar hij het allergekste van is... Van mijn Toyotaatje. Ja, van zijn Toyotaatje. Moet die bak erachter zien, noemt hij zijn Toyotaatje. Zijn baby, hè? Zijn liefdesbabytje. Dit is mijn kindje, ja. Dat klopt. En loop je altijd op slippers? Van maart tot en met oktober wel, ja. Ja? Ja. Waarom? Heb je last van zwemmerseczeem? Nee, gewoon lekker fris. Ja. Het ziet er vet stoer uit. Roy, dit zijn bladveren, hè? Ja, daar kan je tenminste wat gewicht achterin gooien. Ja, ik kan ook gewoon ja zeggen. Roy, dit zijn gewoon bladveren, hè? Ja. Kijk, nou zijn we snelheid aan het maken. Dit is zo beheerst hoe je dat doet, jongen. Roy, wat heb je nog meer gedaan met deze 4x4? Fender flares erop, zoals ze dat noemen. Wat zijn dat, fender flares? Ja, dat je zijkant wat breder is. Ja. Het ziet er eigenlijk gewoon leuk uit, dan doet er gewoon helemaal niks. Heb je veel bekijks met deze auto? Nou, als ik met een maat van mij op vakantie ben en we rijden ergens waar ook gewoon luxe auto's rijden, dan hij zegt iedere keer weer, je hebt meer bekijks met een Ferrari. Ja, tuurlijk. Je wil die aandacht. Ja, nee, sowieso. En daarnaast, ik slaap er lekker in mijn eigen bed. Meestal slaap je toch niet zo goed in zo'n camper? Jawel, man. Heerlijk. Raampjes open, gewoon lekker in de buitenlucht. Zo leuk, een luikje naar binnen. Is het kabouterhuisje? Oh ja. Ruimte zat. Bedje erin. Nou ja, je hebt alles, ijskastje. Ja, koelkast voor bier, dat is wel een belangrijk item. Lekker man. Ik ben wel echt een hele stoere gast, hè? Ja, dat valt wel mee. Nou, als jij kan kitesurfen en je kan mountainbiken en je kan een Hilux op een fucking steen rijden. Ik dacht dat ik een echte gast was, maar nu heb ik meerdere ontmoet. Nou, tik hem aan. Box. Hoppa. Ik blijf hier wonen. Ja, sorry. Morgenochtend. Ja, lekker. Ga jij koken? Ik ga eitje bakken. Ik vond het leuk je te ontmoeten. Yes. Ik heb van je genoten. Mooi. Je lekkere terreinbanden. Doeg. Doeg. Bedankt, hè. Rijdt gewoon met zijn tent omhoog en is de laadklep open. Zo vergeetachtig, die Roy. Let's go.